Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Rebecca en we gaan vandaag Valentijnskaartjes maken. En dat doe ik met de hulp van mijn stempelset van het merk Topmodel. Ik heb deze stempelset een tijdje terug besteld bij bol.com. Dus deze gaan we gebruiken. En wat heb ik nog meer nodig? Natuurlijk een fineliner en een brushpen. Mijn kleurtjes heb ik nodig. Een liniaal. Gekleurd papier. En natuurlijk lijm. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen. En wat we ook nog nodig hebben is een schaartje. Dat was ik vergeten te noemen. Dan gaan we beginnen met het eerste kaartje. In deze stempelset zitten al voorgemaakte visitekaartjes. Dat is heel makkelijk. Er zit een schabloompje in. Natuurlijk stempels en verschillende stempelkussentjes. Daarnaast zit er ook gekleurd karton in. Maar ik heb gewoon mijn eigen gekleurd papier gepakt. Dan pak ik het eerste kaartje eruit. Dit is gewoon wit karton. Als eerste stap pak ik mijn schabloompje en ga ik het hartje inkleuren. Dat doe ik met een roze potlood. En als ik het hartje klaar heb, dan pak ik de fineliner. Ik heb hem nu roze ingekleurd en met de fineliner ga ik dit hartje zo. Dan heb ik nu dit hartje heb ik overgetekend. Dan is het leuk om gewoon nog even dit hartje een paar keer zo na te tekenen. Dan schrijf ik hierin natuurlijk love. Dan ga ik mijn schabloon weer erbij pakken en dan gaan we sterretjes tekenen. En dan is ons eerste kaartje klaar. Dan gaan we verder met nummer 2. Voor kaartje nummer 2 hebben we geel vel nodig. Dat ga ik even door de helft doen. En dan hebben we hier de basis voor ons kaartje. Ik zal even zo. Even recht. Zo hebben we dan. Ga ik mijn stempelset erbij pakken. De roze stempels.
Dat is die. Dan heb ik hier de tekst van mijn kaart. Be happy. Dan gaan we, laat ik dit even drogen. Dan gaan we verder met de opmaak. En want we gaan een soort hartjesballon maken. Daarvoor heb ik nodig wit vel. Gaan we twee hartjes maken. Nummer 3. En klaar is kaartje nummer 3. En dan hebben we toch met heel eenvoudige materialen. Ik zal hem uitzoomen, zodat jullie het allemaal kunnen zien. Hebben we 3 vrolijke kaartjes gemaakt om te versturen met Valentijnsdag. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En we zien elkaar weer snel bij een nieuwe creatieve video.